Thank you Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Ronnie Overkoff van 7D TV. En op 7D-TV vind je inmiddels meer dan duizend gesprekken met uh, ondernemers. En in al die gesprekken uh, komen ze nu en dan hele inspirerende tips naar boven, waar jij als ondernemer uh, misschien wel wat aan hebt. Um, ik heb er vier voor je in deze video. En ik eindig met een tip die duidelijk maakt waarom dingen doen die je niet leuk vindt uh, heel asociaal is. Uh, waarom? Dat leg ik je zo uit. Maar eerst. Een aantal andere tips waar ik mee wil beginnen. Uh, en de eerste tip is: pas op voor uh, bescheidenheid. Uh, wij als ondernemer, zeker in Nederland, uh, zijn nogal gewend om behoorlijk uh, bescheiden te zijn en denk maar niet al te groot. Uh, in een interview dat we een aantal jaar geleden hadden met uh, kunstenaar Jozef Klibanski, uh, inmiddels een aardig bekende kunstenaar geworden uh, in, uh, in Nederland en daarbuiten. Uh, daar hadden we een gesprek mee. Uh, en uh, in dat gesprek uh, vertelde hij dat hij uh, uh, vroeg de interviewer, Paul Riesen, nu hoofdredacteur van Quote, die vroeg op, uh, op CVD-TV aan, uh, aan Jozef Klibanski, uh, wat is het duurste kunstwerk wat je verkocht hebt? Voor hoeveel heb je dat verkocht? En toen vertelde uh, Jozef dat hij een kunstwerk had verkocht voor een half miljoen euro, 500.000 euro. Uh, waarop Paul zei van, joh, ho hoe was dat? Had jij niet zoiets van, wow, weet je, wie ben ik dat ik een kunstwerk van 500.000 euro kan verkopen? Waarop uh, Jozef Libanski eigenlijk zei, ja, dat, dat had ik eigenlijk helemaal niet. Hij zei, want als je naar een kunstenaar als Jeff Koons kijkt, een bekende Amerikaanse kunstenaar, levende kunstenaar, uh, die doet kunstwerken die voor 54 miljoen de deur uitgaan. En Damien Hearst, ook zo'n voorbeeld, die voor vele miljoenen uh, kunstwerken verkoopt. Hij zei dus, uh, ik ben eigenlijk nog maar net begonnen. Uh, dus dat vond ik wel een mooi voorbeeld. En uh, als je het interview wil zien hierboven, uh, blijf ook rustig deze video eerst afkijken. Want ik heb ook de linkjes naar de video's uh, in de beschrijving staan. Dus kun je straks gewoon die beschrijving even kijken. Uh, en uh, klikken op de linkjes. Uh, maar wel leuk om te zien uh, hoe eigenlijk Jozef Klibanski on-Nederlands groot nadenkt over zijn eigen. Carrière. Um, de tweede tip uh, die ik uh, graag met je wil delen. Dat is de tip van uh, Jip Maathuis. En Jip Maathuis, die spraken wij ook alweer uh, flink wat jaartjes geleden. Toen nog een jong knaapje, nog steeds wel, maar hij was toen, uh, weet ik veel, 18 of 19 of zo. En hij die is op zijn 16e begonnen met een uh, bedrijf uh, dat heet Brands Fit. En wat was het idee daarachter en hoe ontstond het? Want daar gaat deze tip over. Uh, hij was uh, als jong knaapje was hij in uh, Oeganda, uh, want uh, hij was daar op reis vanwege een organisatie waar hij iets voor gedaan had. En toen zag je allemaal kleine huisjes met het logo van een grote bedrijf daarop waarschijnlijk een telco een grote telecom operator die stond met zijn logo op al die huisjes en dan vroeg zich af hoe zit dat dan en toen legde iemand uit van ja het was voor veel Oegandese gewoon super lastig om een huis te kunnen krijgen en te bouwen dat was kostte gewoon allemaal te veel geld uh, en die grote telco die zocht zichtbaarheid dus de match was vrij snel gemaakt uh, de telco of de sponsor uh, die betaalde voor zo'n huis uh, en die Oegandese die maakte eigenlijk reclame voor dat bedrijf maar had wel zijn eigen huisje en toen dacht je, je hebt van wacht even. Als ik dit nou eens vertaal naar een heel ander probleem. Namelijk, hij had een voetbalclubje, een amateurclubje. Uh, en ze hadden altijd gedoe om een goede sponsor te vinden voor hun shirtreclame. Van kunnen we nou geen sponsor krijgen die onze shirtjes en onze voetbaltenus uh, betaalt. Uh, en toen dacht hij, als ik dat nou eens ga koppelen, dus als ik nou eens de merken aan de ene kant, die heel duidelijk zichtbaarheid willen uh, in uh, communities. Dus in, uh, zeg maar, als jij een voetbalclub kan sponsoren, dan heb je niet alleen contact natuurlijk met die voetballertjes, maar je hebt ook contact met hun ouders en op het voetbalveld. En dus... Voor sponsoren kan dat heel interessant zijn. En aan de andere kant help je die voetbalclubs met de sponsoring van hun shirts. Dus de les die je daaruit kan leren is. Kijk nou eens naar businessmodellen in hele andere sectoren. die succesvol zijn. En kijk dan of je die kunt vertalen naar jouw eigen uh, business. naar jouw eigen sector. naar jouw eigen branche. En of je daar iets mee kan doen. Zoals Jip Maathuis deed bij Brands Fit. Uh, de derde tip uh, alweer. En dan kom ik daarna naar de vierde tip. waarin ik uitleg waarom dingen doen die je niet. Leuk vindt asociaal is, maar de derde tip die komt van guus Bakker van uh, Oppo Zoets en Oppo suits ken je waarschijnlijk wel als het bedrijf die die ik noem maar even gekke pakken verkoopt. Dus als jij met kerstmis een pak wil hebben vol met kerstbomen, of je wil een pak met allemaal Pac-Man erop, of uh, een compleet gouden pak, of you name it, dan ga je naar uh, Oppo Zoets. En de derde tip die gaat erover hoe kun je nou klanten inzetten om reclame voor jou te gaan maken. Zodat jij reclame kan maken zonder dat het je eigenlijk al te veel geld kost. Wat heeft hij gedaan? Uh, toen heeft hij uh, bij iedereen die een pak kocht bij Oppo Suits... heeft hij een stapel visitekaartjes in de binnenzak gedaan dus als jij een pak koopt bij Oppersoets, krijg je niet alleen een pak maar je krijgt ook een stapel visitekaartjes van Oppersoets erbij want als je zo'n pak gaat dragen is de kans groot dat heel veel mensen gaan zeggen hey joh wat een gaaf pak en hoe kom je aan het pak en waar heb je dat dan gekocht en dan kun je een visitekaartje geven nou heb ik daar en daar gekocht dat hoef je niet allemaal uit te leggen met de url en wat en hoe superslim idee om jouw klanten een reclame te laten maken voor jouw bedrijf tot slot Waarom is het doen van niet leuke dingen binnen een bedrijf, binnen een onderneming, asociaal? Jeroen van Glabbeek kwam met dit inzicht. Jeroen van Glabbeek is van CM. En uh, begonnen als een, een sms-bedrijfje en inmiddels beursgenoteerd super succesvol bedrijf. Uh, en het interview uh, wat we met hem hadden, um, zei hij op een gegeven moment: eigenlijk is een bedrijf niet anders als een hele berg met werk, uh, die je met een hele groep van mensen uh, gaat verzetten. Hij zegt: En als jij dingen gaat doen die jij niet leuk vindt, dan ben je eigenlijk asociaal, zegt hij. Want als jij, en dat was een voorwaarde, hij zei: Als jij zorgt voor een club diverse mensen. Dat was één van de filosofieën die hij heel duidelijk had. Hij zei, ik probeer hele diverse mensen binnen mijn organisatie te krijgen. Dan is er ook wel altijd iemand die dat werk dus wel leuk vindt. Oftewel, dan is het dus asociaal als jij tegen je zin in werk gaat doen... Uh, wat je niet leuk vindt, terwijl er misschien een collega van je is... of binnen je bedrijf, binnen je onderneming... die dat wel degelijk superleuk vindt om te doen. Waarop wij in dat interview natuurlijk heel bij de hand vroegen... van ja, maar ga wacht even Jeroen... maar wat nou als niemand het leuk vindt om te doen, dat karweitje. Hij zei, dat noemt het gewoon niet. Hij zei, en toen noemt hij het concrete voorbeeld van. en iedereen kent dat wel binnen een onderneming. Die ene klant, waar je eigenlijk gewoon een hekel aan hebt. Iedereen die kent dat, denk ik wel. En als niemand, hij zei, als er dan geen accountmanager is die voor die klant wil werken, en er is geen team die voor die klant wil werken, niemand heeft er zin in. Dan nemen we afscheid van die klant. Uh, dus de vierde tip uh, van mij is, uh, zodra jij bezig bent met dingen waarvan je denkt, oh, die vind ik eigenlijk niet leuk, realiseer je dan, dan ben je eigenlijk een ASO. Uh, want er is iemand anders die het wellicht superleuk vindt om te doen. Vier ondernemerslessen die ik hoop jou een klein beetje inspireren om jouw bedrijf morgen nog een stukje beter te maken als dat het vandaag al is. En wil je meer kijken, dan kijk vooral op CVD-TV naar die meer dan duizend interviews die erop staan. Uh, en wil je een van deze vier tips terugzien in het interview, kijk dan in de beschrijving onder deze video. Daar zie je een linkje naar alle vierde video's waar ik het net over had. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Ronnie Overgoor van 7 TV. en tot een volgende keer. Hoi!